Binnenhof 1A was de ingang naar de oude zaal. In de hal staan nu 3 eremonumenten ter nagedachtenis aan slachtoffers van oorlogen. Er is de erelijst van gevallenen, met daarop de namen van bijna 18.000 militairen en verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Er is de Indische plaquette die de slachtoffers herdenkt van de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands-Indië. Leendert Polly is een van de bodes die betrokken is bij een dagelijks ritueel in deze ruimte. We zijn op Binnenhof 1A en we zien hier een aantal dingen die ons doen denken aan de Tweede Wereldoorlog. Daar zien we het boek met 18.000 namen van mensen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn militairen, verzetstrijders. En na de Tweede Wereldoorlog zijn al die namen bij elkaar verzameld en is dat toen aangeboden hier aan de Tweede Kamer door koningin Juliana. En elke dag wordt er een bladzijde omgeslagen en zo blijf je terugdenken aan de mensen die voor ons gevochten hebben, voor onze vrijheid. Wat betekent het voor jou, deze ruimte? Want jij kent ook iemand die in dat boek staat, toch? Ja, klopt. De broer van mijn oma, die staat daarin. Dus ik heb die man natuurlijk nooit gekend, want hij is in 1942 omgekomen. Maar hij is dus een van die 18.000 mensen die erin staan. Het doet me denken aan mijn oma, dat vind ik mooi. Maar het komt ook wel dichtbij dat iemand gevochten heeft voor de vrijheid, waar je natuurlijk lang niet altijd bij stilstaat in Nederland. En dat we dat hebben. En een familielid vind ik heel bijzonder eigenlijk wel. En zijn tweede naam is ook Leendert, dat is ook mijn naam. En daar kwam ik pas achter toen de digitale versie uitkwam. Dus in het boek staat het volgens mij niet, maar in de digitale versie zie je wel zijn tweede naam erbij staan. En dat is Leendert. En dat is, dus ik hoop dat ik ook nog een beetje vernoemd ben. Dat moet ik eigenlijk eens aan mijn vader vragen, maar ja. Dan is er ook nog een monument, een zuil daarachter, heeft te maken met Nederlands-Indië. Ja. Wat is dat precies? Ja, dat doet denken aan die tijd daarnet na, hè? De oorlog in Nederlands-Indië, de strijd die daar geleverd is. En die hebben dus ook een apart monument gekregen. Ja, en wie worden daar dan precies herdacht? Ja, de mensen die zijn omgekomen in die periode. Dat is volgens mij vanuit beide kanten natuurlijk. Dat zijn ook Nederlandse militairen omgekomen, maar ook veel meer mensen daar natuurlijk. Nou staan 2 bustes hier in deze ruimte. Laten we ze even langslopen. Wie is dat? Dat is Gerbrandy, de minister-president tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen, aangesteld door koningin Wilhelmina, die natuurlijk over Radio Oranje toespraken gaf, het Nederlandse volk moet inpraten. En er staat een heel mooi abstract beeld van haar. Ja, en Wilhelmina zat toen in Londen, hè? Ja, net als Gerbrandy, ja. Wat gebeurt hier op 4 mei? Op 4 mei is hier een kranslegging en dan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer komen een krans leggen. Meestal is de minister-president er ook bij, de Raad van Ministers, dus ook de ministers uit de overzeese gebiedsdelen, andere landen binnen het Koninkrijk. En die leggen hier dan een krans neer op 4 mei. Ja.